Ja, we trainen hard heel de week. We wisten dat het nu moest gebeuren. We wisten dat de beker de snelste route naar succes was. Nogmaals, we beginnen goed. Dekking staat goed. We nemen afstand in het eerste kwartier. En dan falen we gewoon in onze scoring. 100% kansen die we missen. We vinden op dat moment niet meer de formatie die draait, waarin het lekker gaat. Nou, dan kom je met 4-0 achterstand kom je uit de kleedkamer. Ah, het was net alsof we toen al hadden opgegeven. Dekking bleven we vechten, maar we kregen de ballen er niet in. We hebben gewoon de ballen er niet in gekregen vandaag. Ja, en dan verlies je. Zeker tegen een ploeg als Vizé. Ja, Vizé was natuurlijk wel een moeilijke tegenstander als eerste in de competitie. Zou het daaraan liggen dat de wedstrijd niet zo goed ging vandaag? Nou, Vizé is een fitte ploeg, dat is één wat zeker is. Maar ten overstaan van vorig jaar zijn zij ook verzwakt. Dus als er een moment was om ze te pakken, we hebben het in de competitie al bijna laten zien, dan was het gewoon nu geweest. Maar dat doen we niet. Natuurlijk, dit was de belangrijke wedstrijd, want als jullie deze verliezen, liggen jullie eruit. Wat volgt er nu? Ja, niks meer. 2 vrije weekenden. Dat is al, maar ja, daar schieten we niks mee op. De beker is de hoofdprijs. En die hebben we gemist.